Het Bijbelverhaal van gisteren leert ons dat God afrekent met afgoden die door mensen zijn gemaakt. Maar ook met elk verwrongen beeld dat we van hem maken. Jezus zegt over zulke mensen: hun geloof heeft geen wortels. Het zijn mensen van het ogenblik. Worden ze onderdrukt of vervolgd om dat woord, dan laten ze het geloof meteen los. Marcus 4, vers 17. We kunnen God dus niet inzetten als een joker. En wie dat toch doet, loopt het risico zijn geloof te verliezen, zegt Jezus. Jezus noemt mensen, christenen, die in God geloven als in een mascotte, mensen van het ogenblik. Zij geloven in God zoals de wereld in haar goden gelooft. God als geluksbrenger. Jezus noemt hen mensen van het ogenblik omdat God er in hun ogen alleen maar is voor de momenten dat zij hem nodig hebben. Maar God laat zich niet gebruiken als een mascotte die je in het doel kunt hangen zodat je zult winnen. Een vriend van de bekende schrijver C.S. Lewis zei ooit tegen Lewis: wij zien God zoals een piloot zijn parachute ziet. Hij is er voor noodgevallen, maar hij hoopt dat hij hem nooit nodig zal hebben. God wil geen alleen voor noodgevallen relatie met ons. Het is niet zijn idee dat we alleen tijd met hem doorbrengen als we in de problemen zitten en hem nodig hebben. God wil een persoonlijke relatie met ons als die van een vader met zijn kinderen. Wie verlangt naar zo'n relatie met God, moet hem uit de alleen voor noodgevallen doos halen en hem uitnodigen in zijn dagelijks leven om hem permanent de eerste plaats te geven. Roep God niet alleen aan als je hem nodig hebt, maar laat je hart de hele dag naar hem uitgaan. Laat God niet langer je parachute voor noodgevallen zijn. Je mag leren vertrouwd met God om te gaan. Dan zul je zijn vrede en vreugde ervaren, elke dag.